Ik ben een Ivy, hier woon ik met mijn 2 kinderen, Juan en Valentina. Ik woonde echt een fijn, echt rustige buurt. Maar ja, je hebt van de 2 van die gekke beesten hierboven zijn komen wonen 2021. Ja, het geluid en de overlast van hun en ja, ben ik echt zat. Nou, welkom. Dit is mijn plekje. Ik ben er trots op, ik heb het leuk ingericht, gezellig. En ik kan er alleen niets van genieten. Vooral om 5:30 in de ochtend. Ze schuift met wat, ik weet niet, maar soms 1 uur 's nachts hoor ik het ook. Is echt storend, echt waar. Waar ik zo verbaasd over ben, is dat zij zo ervan overtuigd is dat ik het ben. Ik leef hartstikke rustig als ik thuis ben. Ik doe een bierrookje aan, ga mijn televisie kijken. Dus ik snap het echt niet. Dat doet echt net als de neusbloed, echt waar. Ik begrijp gewoon niet dat die vrouw blijft klagen. Ik ben amper thuis. Als ik thuis ben, leef ik gewoon rustig. En ik wil best rekening houden met haar. Maar een mens moet ook gewoon normaal kunnen leven. Zie je? Dit bedoel ik. Ze zijn nu bezig. Is dat grappig? Uit welke kleine dingen haal jij je geluk? Niet van de buurvrouw. Ik zal er gewoon echt in 2 scheuren en dat bloed echt drinken. Het is toch eigenlijk best wel een zeldzaam bizarre zaak vandaag. Want het komt niet vaak voor dat de verhalen van beide partijen zo ver uit elkaar liggen als vandaag. Ivy zegt, er wordt 7 dagen in de week boven mijn hoofd met meubels geschoven en er wordt geklust door de vriend van de buurvrouw. Marada op haar beurt zegt, joh, er wordt niet geklust in mijn huis en al zeker niet door mijn vriend, want ik heb namelijk geen vriend. Het is dus een zeer mysterieus verhaal. Ik ben dus blij dat meester Bart Beuving onderweg is. Die heeft onze vaste geluidsexpert meegenomen. En ik heb met beide dames afgesproken voor de flat voor een goed gesprek. En aangezien het al een tijdje geleden is dat ze elkaar gezien hebben, hou ik mijn hart een beetje vast. Ivy staat al klaar. Ja. Heel goed. Haal ik de buurvrouw erbij. Rada. Ja. Wil je deze kant op komen, alsjeblieft? Zou je dan aan deze kant willen komen staan? Nou dames, groeten we elkaar nog? Nee. Ik wou er echt aanvliegen. Maar toen dacht ik, Valentina, dat moet ik niet doen. Ivy, misschien moet jij eens beginnen met alles waar je last van hebt. Ja. Heel vroeg in de ochtend om 5:30 ben jij aan het trekken. Ik weet niet wat, als het een tafel is of stoel, weet ik niet wat. Maar dat ding is echt hinderlijk. Dat komt niet bij mij vandaan. Maar dan geef je het gewoon niet toe. Waarom niet? Waarom zou ik iets toegeven wat ik niet doe? Je trekt met X 5:30 vroeg in de fucking ochtend trek je met X. En dat ding is storend. Ik heb je nog gezegd. Iedere ochtend ben je thuis. Oh, je bent toch aan het werken? Dus iedere ochtend? Dus volgens jou, dus ik ben volgens jou elke dag thuis? Hé, je bent iedere dag thuis. Je bent niet maar goed ik wijs, zou je wat zeggen. Je bent niet goed wijs. Luister nou, ik sla al die tanden uit je bek. Zo, mooi. Zo boos dat ze echt naar voren kwam en zei, ik sla je tanden uit je bek. Wacht maar wat ik met je doe. Nou, dat is toch niet normaal? Nou, ik vond het echt wel eng. Ik vond het heel eng. En ik meen het. Ivy, dit soort dingen. En je meent het. Nou, goed. Je bent heel ziek in je kop. Ik ben heel ziek in mijn kop. Kom hier staan. Kom hier staan. Jij moet ook je mond houden. Dat ga ik je leren. Kom hier staan. Je gaat me leren. Dit soort dingen moet je niet zeggen. Ik mag zulke dingen niet zeggen, omdat dat mens maakt me echt kwaad, Victor. Dat echt, zal best, maar dit soort dingen zeg je niet. Omdat ze lief. Ik wilde naar me toe trekken, echt waar. Want ik weet 1000, 2000% dat iedere avond zijn ze bezig boven. We gaan het nou hebben over het klussen. Rada. Vertel aan de buurvrouw wat je mij verteld hebt. Sorry, ik heb geen vriend. Heb je geen vriend? Zij zegt dus... Iedere fucking avond zijn jullie bezig, man. Jullie storen. Jij op jouw beurt hebt ook heel veel last van haar, zeg je. Behoorlijk. Dit, valse beschuldigingen, uitschelden, dreigen. Dit is toch niet normaal? Wie heb ik gedreigd? Mij? Je dreigt me constant. Ik dreig je constant. Ik dreig je constant. De dingen die je zegt, Ivy, zijn wel bedreigend. Sorry. Nu ja. Je doet dat altijd. Ik doe dat altijd. Ah, verrot wijf dat je bent. Jij moet het ook niet doen. De buurvrouw was heel erg aan het schelden, dreigen en ja, dat pik ik gewoon dan niet. We hadden het over het klussen. Laten we daarna teruggaan. Ja. Ivy zegt, jij klust. Elke nacht. Of jouw vriend. Maar ben je wel goed hier? Eigenlijk elke dag. Wat zei je? Elke dag. Wat zei je? Wat zei je? Ivy. Ik ga niet naar achter stappen. Ik ga niet naar achter stappen. Raak me aan. Raak maar, nee, dan ga je zien. Niks ervan. Weer dat zien. Raak maar. Weer dat zien. Kijk mij eens aan. Ik wil dat je rustig blijft. Dat mes blijft beschuldigen. Jij moet nu ook je mond houden. Rada, niet uitdagen. Houd je mond. Wat ga je doen? Als ik je aanraak, wat ga je doen? Dit heeft geen enkele zin. We zijn hier om iets op te lossen, niet om het te verergeren. Ik heet u allen van harte welkom in het pittoreske Westzaan. Aan de orde is de zaak tussen mevrouw Ivy en mevrouw Rada. En u heeft inmiddels een groot probleem met elkaar. Ik begin even met u, mevrouw. U woont al heel lang in de flat. Jawel, 2014 ben ik daar gewoond. Met plezier? Met heel veel plezier, ja. Ja? Jawel. En toen 2021 is zij boven komen wonen. En iedere ochtend, ik weet niet of het een bank is of tafel, weet ik niet. Maar iedere ochtend om 5:30 trok ze met iets. Nou, en daar ga ik zo direct ook met u over praten. Ik ga eerst even naar u. U woont daar ook met plezier? Ik woonde daar eerst wel. Woonde eerst wel. Ja. En waar ging het mis? Totdat de buurvrouw dingen hoorde die er niet waren. En toen ben ik naar de buurvrouw gegaan om te vragen of we dit ook gewoon samen kunnen oplossen. Een uitstekend beginsel, zou je denken. Ja. Maar dat is niet gelukt, want we zitten nu hier. Ja, het is niet gelukt. Een week later, denk ik, stond ze bij mijn deur. Schreeuwend, scheldend, dat ik overlast maak. Mens, waarom geef je het niet toe? Waarom zit je hier? Je zit nog te liegen. Ik heb er gezegd, iedere ochtend trek je met X. En dat is om 5:30 in de ochtend. Ik heb gezegd, luister, ik heb een kind met Down-syndroom. Hou alsjeblieft rekening. Ja, ik ga rekening houden. Volgende ochtend begon ze weer te trekken. Elke ochtend om 5:30 hoort u geschuif. Hoort u het ook op andere momenten? 1 uur 's nachts heb ik het dan nog gehoord. 's nachts hoort u het ook? Oké. Ja, wat wilt u daarover zeggen, mevrouw? Nou, het kan kloppen dat je dat overdag hebt. Maar wat de buurvrouw zegt, 's nachts, dat klopt niet. 's nachts zit u niet te schuiven op de stoel? Nee, dan zit ik niet te slapen. Dan lig ik te slapen. Oké. 's nachts voor 1:30... heeft de politie je gebeld. Dat was niet om 1:30, dat was veel eerder. Voor 1:30 zei ik... Men zit niet hier te liegen. Ik zeg voor 1:30. In de ochtend heeft die politie je gebeld. Dan zit je nog hier te liegen om te zeggen, het was 11:30. Oké, dat is even genoeg. Het was rond 11:30 dat de politie mij belde om overlast. Ik zeg, vind ik knap, want ik ben niet eens thuis. Ja. Nou, maar... Dat heb je niet gezegd, je bent niet thuis. Je zei, je bent ziek. Dat heb je gezegd. Zit niet te liegen. Je hebt tegen de politieagent gezegd, ik ben ziek. Oh, mevrouw, ik ben ziek. Is niet waar. Dat heb je toch gezegd? Mevrouw, gaat u... Dat heb je toch gezegd? Mevrouw... Is niet waar, mevrouw. Ik ben niet aan het klussen. Mevrouw Ivy. Jezus, man. Blijf even zitten. Ik heb het niet over die keer. Ik zeg, was er een keer dat ik zei, vind ik knap dat ik overlast. Want ik zeg, ik ben niet thuis. Je bent iedere dag thuis. Geef gewoon toe, man. Geef gewoon toe. Geef gewoon toe, man. Want ik heb een kind met een fucking beperking, man. Je maakt mijn fucking leven zuur, man. Geef het gewoon toe. Mevrouw Ivy, het zit u duidelijk heel erg hoog, mevrouw. Ja. Dus daar heb ik begrip voor. Ik wil wel hier de zaak gewoon kunnen bespreken. Nou, dan gaan we naar de klusgeluiden waar u last van heeft. Klopt. Kunt u nou eens goed uitleggen waar u nou last van heeft? Voor het geboord, getimmerd. Geboord, getimmerd. Maar is dat dan een keertje of... Nee, dat is van maandag tot zondag. Van maandag tot zondag hoort u klusgeluiden? Ja. Dan ga ik naar meneer Roelofsen. U heeft metingen gedaan. Kunt u hier iets over zeggen? Jazeker. In de afgelopen 3 weken hebben wij al akoestisch onderzoek gedaan in de woning van mevrouw Ivy. We hebben inderdaad wel klusgeluiden waargenomen, maar ik heb niets bij mevrouw Rada waargenomen. Okay. Niet wat het bij haar uit het appartement zou komen, laat ik het zo zeggen. Oké, dank daarvoor. Victor heeft ook testen gedaan. Victor, die eerste test. Bij de eerste test heb ik gewoon klusgeluiden gemaakt... in de woning van Rada, dus midden in de woonkamer ben ik gaan zitten met mijn hamer en een plankje. En daar heb ik eigenlijk getimmerd, alsof het de lieve lust was. Dat konden jullie niet missen. Ja, dat was dat hele luide gebeng, dat hebben we alle drie gehoord. Hè? Daarvan zeiden we, ja, dat is wat ik hoor, alleen is dat wat te luid eigenlijk. Het is eigenlijk iets zachter wat u normaal hoort. Jawel. Daarna hebben we nog 2 testen gedaan. Ja, je zei tegen mij, zoek even een andere ruimte op. Maar we dachten... Aangezien het misschien ook wel, weten we niet, door het hele gebouw heel gehoorig is... ben ik naar de 3e verdieping gegaan. De verdieping boven Rada, daar heb ik de 2e test uitgevoerd die jullie gehoord hebben. Ah, oké. En konden jullie dat goed horen? Zeer zeker goed, ja. Ja, hè? Ja. Dan even over die 3e test, want daar kom ik dan geloof ik nu uit. Toen ben je weer naar een andere ruimte gegaan. Ja, sterker nog, voor de derde test ben ik zelfs naar de 5e verdieping gegaan. Wauw. Daar ben ik gaan timmeren. En nou, ik heb inmiddels begrepen dat jullie ook dat heel goed hebben gehoord. Ja, ja, wij hoorden dat, Victor. Dank voor jouw inzet. Ja, wat vindt u daarvan, mevrouw Ivy? Ja. Ja, dat Victor zei, hij was op de 3e en 5e verdieping. En, ja. Maar ja, over haar, 2e verdieping, ja, ik weet dat daar gewerkt, ja, ze werken echt heel laat. Ja. Dat weet ik 100%. Ja, maar dat u klusgeluid hoort, ja, dat is ieder jaar duidelijk. Maar op basis van de feiten zoals ze nu voorleggen, is het toch niks om aan te nemen dat dat uit het appartement van Radha komt? Ja. Ja, ja, wat moet ik zeggen, ja. Ja, nou, ik weet niet. Echt waar. Nee, ja, ik vind het echt heel vreemd. Echt. Oké. Ja. Waar ik het nu nog over wil gaan hebben zijn de bedreigingen. En dan kijk ik u eerst even aan. Want u heeft behoorlijk wat voor uw kiezen gehad de laatste jaren. Kunt u dat eens uitleggen? Wat is er nou allemaal gebeurd? Schelden, bedreigen. En wat noemt u bedreigen? Ik ga je slaan en ik maak je dood. Heb ik je gezegd dat ik je ga slaan? Heb ik dat gezegd? Je zegt, ik maak je dood. Ik maak je dood? Ik maak je dood, ik maak je af. Maar waarom liep je zo? Ik doe je wel wat aan en je luistert. Je bent echt een kutwijf, je bent een hoerenkind. Je moeders kut, allemaal dat soort dingen gaat er echt over. Ik heb je dat werkelijk uitgescholden. Ik heb je moeder uitgescholden. Ja, maar ik heb nu gezegd... Mevrouw Ivy, ik wil even luisteren naar... Wat vind je er nu van dat je hoort dat het niet allemaal... Dat het ik heb een scheid aan jou, want je kan me niet vragen wat vind je ervan. Heb je niet zoiets van dat je dan vals beschuldigd hebt? En dat je je stoort me. Ook. Ik ben helemaal klaar met jou. Je bent helemaal klaar met jou. Ik kan niet eens praten met u. Ik ben in ieder geval wel klaar met deze hoorzitting. Ik ga nadenken over de zaak en kom zo direct bij u terug met een beslissing. Ik zou er gewoon echt in 2 scheuren en dat bloed echt drinken. Echt zo boos ben ik. Dames en heren. Na een lange, emotionele dag waarop de Zaanse Schans stond te schudden op zijn grondvesten... is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, hoe gaat meester Bart Beuving de rust herstellen tussen deze 2 buurvrouwen? Ik wil u vragen voor zover mogelijk om allemaal te gaan staan... want onze juridische klusjesman is er klaar voor om deze zaak voor eens en voor altijd af te hameren. Hier is meester Bart Beuving. Uitspraak in de zaak van mevrouw Ivy tegen mevrouw Radha. Ivy ervaart in haar woning heel veel geluidsoverlast. Ik heb zelf ook geluiden gehoord terwijl we daar op huisbezoek waren. En dergelijke harde geluiden kunnen zeker in de nacht een hele grote impact hebben op het leven van mensen. Maar vast is komen te staan dat de geluiden niet afkomstig zijn van Radha. En van een verband tussen de geluiden die u hoort... mevrouw Ivy, en het appartement van Radha is niets gebleken... en er is dus wat dat betreft ook geen enkele reden om Radha in dat opzicht iets te verbieden. Duidelijk is wel geworden dat het appartementenblok zeer gehoorig is. En de vraag of deze geluidsoverlast als een gebrek moet worden bestempeld... waar de verhuurder verantwoordelijkheid voor draagt, ja, die ligt vandaag niet aan mij voor. Maar ik ga wel een afschrift van deze uitspraak naar de verhuurder sturen... met het verzoek om hier heel goed kennis van te nemen. Dan over hoe u met elkaar omgaat. Dat Ivy Radha vaak emotioneel tegemoet is getreden... is vandaag wel vast komen te staan. Maar een en ander gaat wel verder dan emotie. De toon en bewoordingen die Ivy soms kiest zijn onacceptabel. Ivy heeft zeer ernstige bedreigingen geuit... om af te dwingen dat Radha geen overlast meer zal veroorzaken... En ja, ik zeg het maar even rechtstreeks tegen u. Die gekozen bewoordingen die zijn heel heftig... en die hebben ook een hele grote impact op het leven van Radha. Het is verboden volgens de strafwet... en het is dus ook strafbaar gedrag wat u ze nu en dan toont. Maar het is ook nog eens een strijd met de huurovereenkomst... wat uiteindelijk als gevolg kan hebben dat u uw woning kwijtraakt. En extra pijnlijk is het, mevrouw, als bedacht wordt dat de dingen waarvan u Radha beschuldigt... helemaal niet waar blijken te zijn. U heeft dus in feite een onschuldige vrouw bedreigd, beledigd en het leven moeilijk gemaakt. En het is dus ook zaak dat u daarmee stopt. Wat is dan mijn beslissing? U, mevrouw Ivy, wordt verboden om RADA te bedreigen en te schreeuwen tegen RADA. En bij elke overtreding betaalt u een boete van €50 met een maximum van €5.000. Dit is mijn beslissing en hiermee is de zaak afgedaan.